In de wereld van post-apocalyptische films is deze film wel een vreemde eend in de bijt. Laat me jou meenemen naar de wereld van genetische mutaties en unrelatable characters. Laat me jou meenemen naar de wereld van Furiosa, A Mad Max Saga. The slave take revenge against an emperor. This prophecy is how they enslave us. He stole all their families. Al vrij aan het begin van dit jaar kreeg ik te horen over Furiosa en Mad Max Saga. Misschien wel de beste film van het jaar zou dit kunnen worden. En met een score van 90% door de critics en 89% van de audience op Rotten Tomatoes. En ook nog een score van 7,7 op IMDb is deze film dus ongeveer wel aan de top beland. Maar dit is mijn review over Furiosa, A Mad Max Saga. Het gedichtje wat ik over de film heb geschreven gaat zo. In de film wordt een jong meisje ontvoerd. Post-apocalyptische setting, men heeft het beroerd. Mutaties aan mensen, laten over aan de wensen. Chris Hemsworth's karakter wordt gevloerd. Chris Hemsworth, die we kennen van Thor en ook van Extraction 2, die speelt de hoofdrol naast Anya Taylor-Joy, die Furiosa speelt. Samen zijn zij de lead van deze film. De director, writer en producer van deze film is George Miller. En wat mij opviel is dat ik nog nooit een film van George Miller heb gezien voor deze film. De film begint met een meisje wat eigenlijk wordt ontvoerd uit het paradijs op aarde. En die wordt meegenomen naar de warlord Dementus, die gespeeld wordt door Chris Hemsworth. En nadat Furiosa ontvoerd is, maakt ze de belofte dat hoe lang het ook zal duren, ze ooit de weg terug naar huis zal vinden. Promise me, you'll find your way home. Chris Hemsworth, die speelt de warlord Dementus, maar in mijn hoofd is het telkens een beetje een wacky, unrelatable karakter. Gaandeweg wordt de film een soort wraakfilm. Zij, Furiosa, wil wraak hebben op het karakter Dementus, wat gespeeld wordt door Chris Hemsworth, omdat die hem haar eigenlijk alles heeft afgenomen in het verleden. And he took it all from me. De film is in de visuele actie echt extreem goed, net als in de CGI en ook heel erg in de worldbuilding. Dat zijn echt drie toppunten aan deze film. The green place. Ook het verhaal van Furiosa, die eigenlijk het moet opnemen tegen de wereld om haar weg naar huis te vinden, vond ik best wel appealing om te zien. To get home. Furiosa fought the world. Maar het grootste probleem wat ik had met deze film is dat alles er naargeestig en vies uitziet. Al die genetische mutaties die er doodeng uitzien, skeletten overal. Daar had ik dus echt zo niks mee dat het eigenlijk de hele experience best wel geruineerd heeft voor mij. Ik vond hem ook op bepaalde stukken gewoon best wel heftig. En toen heb ik zo gezeten omdat ik hem best wel gory vond ook. En dat maakt het gewoon niet per se een film voor mij. Ik heb nooit iets anders gezien van Mad Max. En het heeft ook niet echt mijn aandacht getrokken nu. Ik zou alleen heel graag Mad Max Fury Road nog wel een keer willen zien. Want ik hoor van mensen dat die wel echt fantastisch is. De film krijgt van mij een 5,6. En daarmee staat hij in dezelfde categorie als Lift, The Lost City en The Fall Guy. En aangezien er straks een top 10 volgt van de afgelopen 10 films waarvoor ik naar de bioscoop ben geweest, gaat de film waarvoor ik het langst geleden naar de bioscoop ben geweest uit de top 10. En in dit geval is dat The Holdovers uit de 23e aflevering. En dan komt Furiosa, A Mad Max Saga in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat met een 2,2 Challengers. It wasn't even like tennis, it was an entirely different game. Op 9 staat Argo. I need her to write the next chapter. Op 8 staat Civil War. I guess aware there's like a pretty huge civil war going on all across America. Op 7 staat Kung Fu Panda 4. I'm not going to be the dragon warrior anymore. Op 6 staat met een 5,6 Furiosa, A Mad Max Saga, de film van deze week. Ticket home. Furiosa fought the world. Op 5 staat The Fall Guy. You are literally the last person on earth I want to see. Slap the shit out of you. I really could. Op 4 staat Godzilla x Kong: The New Empire. Kong. Godzilla. They can feel it too. Op 3 staat de film van vorige week, Kingdom of the Planet of the Apes. Are you familiar with the concept of evolution? Op 2 staat Madame Web. This is an emergency. Get off the train. That man's trying to kill you. En op 1 staat nog steeds met een 7,5 Dune Part 2. In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. En aangezien ik graag als extra jullie nog wil vertellen over de top 10 beste series die ik de afgelopen tijd zelf thuis heb gekeken, komt dat nu. Op 10 staat met een 4,5 Family Guy seizoen 19. Hey there! Man, it's just a goof! Op 9 staat Tales of the Empire seizoen 1. Why do you seek imperial favor? Op 8 staat Tales of the Jedi seizoen 1. I want to bring peace and order to the galaxy. Op 7 staat X-Men 97 seizoen 1. Everything he fought for now belongs to me. Op 6 staat The Bad Batch seizoen 1. I want Clone Force 99 found and wiped out. Op 5 staat The Clone Wars seizoen 7. Every choice you have made has led you to this moment. Op 4 staat met een 6,9 tweede seizoen van The Punisher. Ik heb die afgelopen week samen met mijn neefje afgekeken. En The Punisher is natuurlijk een serie van Marvel over Frank Castle, een marinier wiens familie wordt vermoord en hij die daarna wreekt. Het was een hele interessante serie en echt heel tof om te zien. I dreamed about The Punisher every night. He thinks that he has the right to judge me. Op 3 staat Arcane seizoen 1. Power doesn't come to those who are born strongest. It comes to those who will do anything to achieve it. Op 2 staat Legends of Tomorrow seizoen 1. Of all the people who ever lived, I chose you 8. I certainly hope that you won't let me and the world down. En op 1 staat met een 9,4 The Flash seizoen 1. I've spent my whole life searching for the impossible, never imagining that I would become the impossible. Dan wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week zijn we er gewoon weer en dan gaan we het hebben over de film Hitman. Dus laat zeker weten of je daarbij bent in de reacties. En laat ook zeker weten wat jouw mening is over Furiosa, A Mad Max Saga. En dan zie ik jullie opnieuw volgende week. Tot ziens, tot later.